weet nog wel dat wij vroeger met jongens A1 tegen het Nederlands dames elftal mochten spelen. En dat ik jou mocht dekken. Ach. Nou, dat was... dekken is in hockey dekken, ja. Ja, ik heb nog nooit zo strak iemand gedekt, 70 minuten lang. Jezus, nee, hoor, dat vermoeiend. Was, ja, wij maakten ruzie in de kleedkamer voor de wedstrijd wie jou mocht dekken. En ja, ik won dat natuurlijk. Vaat, ik ken jou als hockeyster, maar we zijn niet op een hockeyveld. Wat doen we hier? Nou, kijk, ik heb al 10 jaar geen stick meer aangeraakt. Nadat ik gestopt ben, had ik echt zoiets van echt helemaal klaar ermee. En toen ben ik gaan tennissen. Oké. Okay. Dus ik dacht, nou, waarom gaan we niet gewoon tennissen? Ongelooflijk. Ik nodig een hockeyster uit en ik sta gewoon op een tennisbaan. Maar het is wel zandkunstgras. Het is wel zandkunstgras. Noemen ze smashcourt, maar het is echt verschrikkelijk dit. Dat is wel fijn. Nou, ik ben er wel benieuwd. Een balletje slaan? Ja, leuk. Alright, let's do it. Leuk. Ik heb alleen geen zin om heel hard te lopen. Ik ben een heel luie tennisser ben ik. Wie had dat gedacht, hè? Kijk eens. En we dachten dat hij alleen maar kon hockeyen. Hoe fanatiek ben je nog? Ja, heel. Dat zit gewoon in mijn karakter. Maar dan ben je de hele dag ben je bezig met winnen, pokeren. Nee. Ik wil het gewoon goed doen. Het fanatiek zit hem voor mij niet alleen maar in winnen. Okay. Het zit hem in het goede doen. Daarom wilde ik ook niet meer hockeyen, want dan word je een soort slechtere versie van jezelf. Ja, who gives a shit, weet je wel? Wat krijg je weinig de bal met hockey? Nu heb ik elke keer de bal. Elke keer. Kun je elke keer een beslissing maken. Je hebt elke keer iets wat je triggert, weet je wel? Ja. Ja, dat vind ik gewoon leuk. Gezond en gelukkig? Nou, gezond denk ik wel. Dat weet je natuurlijk nooit. Ja, gelukkig ja, in heel veel dingen wel. Maar mijn vriend is Raymond Sluiters, tenniscoach. Ja. En die reist 30 weken per jaar. Oké. En daar wordt... Kijk, dat gun ik hem en ik vind het heel mooi en het gaat heel goed. Hij is coach Kiki Bertens en staat nu top 10. Maar dat betekent ook wel dat ik s'avonds heel vaak alleen thuis kom. En dat vind ik gewoon heel ongezellig. En toen eigenlijk na het stop met hockey kwam PokerStars voorbij. Dat is een poker provider online. Hoe rol je daarin? Sportmarketingbureau. Er zijn natuurlijk sportmarketingbureaus die merken aan bekende mensen of sporters dan koppelen. En ik pokerde elke vrijdagavond na hockeytraining pokerde ik al met... Met vrienden, gewoon thuis, voor de lol. Oké, dus je kon het wel een beetje? Nou, nee. Ik dacht dat ik het kon. Ik kende de regels ongeveer. Ja. En toen ging ik het doen. En toen begreep ik pas hoe lastig het eigenlijk is. En hoeveel studie erin gaat zitten. Ja. En hoeveel beter je daarin kan worden. Je kan er echt goed in worden. Wat is voor jou echt het grootste verschil tussen individuele sport en teamsport dan? Eigen verantwoordelijkheid. Eigen verantwoordelijkheid. Voel je veel meer als je bij individuele sport. Je kan het op niemand anders afschuiven. Nee. Het ligt gewoon aan jou. Zou je dan zeggen dat individuele sporters sterker zijn mentaal dan teamsporters? Nee, neem gewoon meer eigen verantwoordelijkheid. Het is een ander soort bewustzijn van je sport. Ja. Maar al wil jij 10 coaches aannemen, weet je, kan dat ook. Ja. Al wil jij 6 keer per dag trainen, kan dat ook. Maar je kunt ook zeggen, nou, ik train maar 1 uurtje per dag. Bij hockey of bij voetbal, dan word je toch ook wel getriggerd door peer pressure, teamproces. Ja. Je coach die toch echt de verantwoordelijke is, weet je wel. Ja. Dat is toch echt wel anders. Ja. Wat kan jij mij lezen? Als wij gaan pokeren. Ik kan ook gewoon. Ja, het is wel iets wat ik natuurlijk train in mijn beroep. Maar hoe dan? Hoe? Fysieke kenmerken. Dus je halsslagader kan sneller gaan kloppen als je excited bent. Of als je, of als je juist dus nerveus bent. Maar dan is de timing daarvan weer belangrijk. Of jij hebt de neiging om met je kaken zo te doen. Zo te bijten. Dan ben je meer aan het nadenken of je verbijt je echt. Je hebt het echt gehad. Het gaat er eigenlijk om dat je normaal gedrag herkent en dan ziet wat abnormaal is. Wat dus anders is. Ik heb een keer een jongen gehad die elke keer als hij blufte, kreeg hij een soort rood vlekje in zijn nek en dat breidde zich uit tot een soort wereldkaart. Dus stel, ik heb boer 10 harten en jij hebt aas boer, maar niet zeg maar suited. Ja. Wat is dan de kans dat jij wint of ik win? Dat is, even kijken hoor, rond de 70%. In jouw voordeel? In mijn voordeel. Oké. Okay. Ja, heb jij als pokeraar nu al door wat mijn zwakte is? Ja, tuurlijk, meteen. Dat doe ik bij inspelen voor de competitie. Kijk ik ook al meteen wat iemand zijn zwakke punt is. Echt waar? Ja, meteen. Even een sluisje proberen, kijken of ze daarmee om kunnen gaan. Dus het mentale oorlogsspel begint al bij de warming-up? Ja, na tactiek gewoon. Ja, kijk ik gewoon wat iemand kan en niet kan. Oh. Slim. Tijd rekken. Hopsakee. Gewoon met het framepie. Ah. Oh, oké. Het is bij de hand de kop. Vaat, jij hockey dus.
eigenlijk niet meer? Nee. 10 jaar geen racket, geen stick aangeraakt? Nou ja, misschien nog 2 keer in 10 jaar gewoon, weet je, afscheidswedstrijd van Kim Lammers. En toen dacht ik echt, het lijkt wel of er een kernbom in mijn hoofd is ontploft. Ja. Moet je veel rennen om een keer een bal te krijgen? Want dat heb ik mijn hele leven gedaan. Ja. En nu met tennis krijg ik gewoon elke keer de bal. Ja. Mijn superbalgeld, dus ik wil gewoon... Ja. Ik wil gewoon die bal hebben. Ja, ik wil gewoon die bal. Ja. Ja. Mooi. Oh, ik heb hem door. Wat een bal! Hoi, ik ben Fatima Morare de Mello en je kijkt naar Hertzberger TV. En door poker ben ik ook wel gewoon analytischer in het leven gaan staan. Ja. Ik denk dat ik ook een andere hoekiester was geweest als ik al eerder meer had geweten van poker. Ja. Dat doet Nadal natuurlijk eigenlijk ook als je hem ziet tennissen. Ja. Hij gaat niet op een moeilijke bal proberen een winnaar te slaan. Dat is geen percentage shot. Weet je wel? Dan slaat hij gewoon een goede topspinbal met zijn voorhand. En dan hoopt hij dat die ander een kortere bal slaat. Dat hij hem dan als winnaar weg kan slaan. Ja. Ik vind het heel leuk dat hij met topsport bezig is. Want ik heb daar natuurlijk heel veel mee. En ik ga veel naar tennistoernooien en dan zie ik te kijken. Maar ook bij een aantal andere tennisters, daar, ja, die zie ik ook heel de tijd. Dus daar ga ik ook bij kijken, bij wedstrijdjes. En... Wat is voor jou eigenlijk het verschil tussen de aanpak van in topsport mannen en vrouwen? Nou, ik denk dat wat ik van Raymond wel vaak hoor, is dat bij vrouwen ligt het trainingsniveau vaak hoger dan het wedstrijdniveau als er spanning opkomt. En bij mannen is het vaak dat het trainingsniveau lager ligt dan het wedstrijdniveau. En dat heeft gewoon te maken met hoe je met spanning omgaat. En ik denk dat dat toch ook een deel hormonaal is en ook cultuur wat zo zich ontwikkelt. Ik zou makkelijker met mannen kunnen dealen en hij kan heel goed met vrouwen dealen. Okay. Hij is heel tactisch en hij denkt na over wat hij zegt en weet je, hij is veel meer begaan ermee. Ja. Terwijl ik heb daar het geduld niet voor. Ik zou echt zeggen Jezus, doe gewoon dit of doe gewoon dat. Kom op, niet zeiken. Zo. Ja, hij verdiept zich echt in de persoon. Ik kan hem echt niet zeggen van ja, dit met Kiki of dat. Of dat vraagt hij ook eigenlijk niet aan mij. Want hij kent haar zelf zo goed. Ze zijn meer dan 30 weken per jaar samen op reis. Ja. Maar er gaat natuurlijk ontzettend veel geld in om. Ja. Zie je dat ook zo, als dat er heel veel geld op tafel ligt? Of denk je echt puur in fiches? Iedereen betaalt €5.000 om aan een EPT Barcelona mee te doen. Of 5.300. En dan krijgen we allemaal 30.000 punten. Okay. Dus dat is niet. Die punten zijn punten. Weet je, net als Monopoly gaat, dat zijn punten eigenlijk. Ja. In die films, weet je, dat wordt zo romantisch laten zien. Dan heb je die cash games en dan liggen er zelfs horloges of vrouwen of auto's op tafel, weet je. Wat is zeg maar het meeste geld wat je ooit in een pokerpot hebt gewonnen? Dan zat ik aan de finale tafel. Dus van de 500 man had ik de laatste 9. Wow. En toen had ik koningen. En die andere jongen had aas vrouw. Nou, dan heb ik rond de 80% kans om die hand te winnen. En hij wint dan 1 op de 5 keer. En die pot verloor ik. En toen lag ik eruit, werd ik 9e. En toen kreeg ik dus €32.000. Okay. Maar de winnaar van dat toernooi kreeg 6,5 ton. En wow. Dan, zo moet je het eigenlijk zien. Dat was eigenlijk, dat noemen we equity, qua waarde, heb ik daar echt een ton verloren, zeg maar. Nee! Is het, heeft geld een andere betekenis gekregen sinds je bent gaan pokeren? Als ik zo'n toernooi van $5,500 of van $10.000 in Las Vegas, weet je, dat is de World Series. Ja. Dat, denk ik, oh, dan speel ik daarna nog even een klein toernooitje. En dat is dan $1,000 of €2,000. Of, weet je, en dat, ja, voor heel veel mensen is dat, voor heel veel vrouwen in ieder geval, is dat een Chanel tasje of een dingetje. Nou, dat koop ik echt nooit. Dat koop ik nooit. Nee, dat vind ik zonde van mijn geld. Dat voor materiële zaken heel veel geld vindt, maar in poker eigenlijk niet. En dan zie ik het als investering. En zo zie ik het ook echt. Het is net als beleggen voor mij. Of als, gewoon... Ja, het is gewoon werk. Dus je bent ook gewoon aan het sparen. Ja. Ja. Ja, maar los van huis of auto's? Oké. Wat is het duurste wat je ooit hebt gekocht? Ik heb dus geïnvesteerd in een huisje in Rotterdam. Ja, oké. Maar die tel ik even niet. Oké. Wat is het duurste wat je hebt gekocht? Het meest extravagante voor mezelf. Ik denk een mooie winterjas van
500 euro zo, weet je wel. Echt? Zoiets. Ja. Dat vind ik echt heel erg meevallen. Ja, vind ik heb zo. Heb je niet zo'n Chanel tas van 5000 piek? Nee, absoluut niet. Nee, ik heb bij de Zara koop ik meestal mijn tassen. En vakanties zijn wel echt dingen waar wij veel geld aan uitgeven. Okay. Dus wel een vakantie en dan zitten we wel in zo'n eigen... Ja, wel in een resort, maar dan wel met ons eigen privé zwembadje. En ja. Weet je, daar kunnen wij zo... Dat zeg ik al tegen mijn vrouw. Die zegt, die wil een tas kopen van 800 euro. Zegt, dan ga ik liever op vakantie. Ja, mijn tassen. Oké, Vaat. We zijn natuurlijk vandaag niet alleen maar om te kletsen over het leven. Nee. Ik ga je ook even uitdagen. En ik dacht, ik ga hockey en tennis ga ik mixen. Dus wat ga jij zo meteen doen? Je gaat 30 seconden ga je zo de bal hoog houden. En je gaat voor mij proberen zoveel mogelijk hockeyclubs op te noemen in 30 seconden. Oh, ja? Hoeveel denk je dat je er goed hebt? 20. Ga maar hoog houden, 30 seconden. Ready? Go. Tempo 34, Victoria, HDM, KZ, HGC, Amsterdam, HCR, Kivite, Pollux, Eerles, Groningen, Nijmegen, Den Bosch, Limburg, HC, dat weet ik helemaal niet, Mop, Kampong, SCSC, Stichtse, weet ik veel, Schaarweide, hoeveel heb ik er? 18. Kut! Nog twee. Shit. Leiden. Wat? Alecto. Die. 19. Niet slecht. Nee, toch? Heel goed. Ja, ik weet niet. HC Limburg is natuurlijk wel. Ja, dat zal vast wel. Voor iedereen van HC Limburg. Het spijt ons. Fatima heeft niks tegen HC Limburg. Ik weet niet eens of HC Limburg een club is. Maar, anders wordt hij opgericht. Ja. Wij gaan een tiebreak spelen. Oh, leuk. Maar dat doen we niet met tennisrackets. Ja. Dat doen we met hockeysticks. Oeh. Ja? Oh ja, ja, wel leuk. Ready? Leuk, ja. Oké. Verliezer krijgt billenbrand. Oh ja, nee, dat is goed. En dan vanaf de baseline en dan bij het net of zo. Gebukt staan bij het net. Ja, gewoon zo. Deal? Ja, deal. Veel plezier. Ja, succes. Jou? Succes. Ik hoop dat je verliest. Wil je serveren of ontvangen? Nou, ik kom ontvang op, het is wel. Geen rocket science. Ik ontvang. Nou, ik probeerde even jouw kans. Ja, ik ontvang. Dus dit is echt een strategische... Ja, tuurlijk. Een pokerbeslissing. Ja. Ga je eerst even nadenken over die percentages? Ja. Oké, moet ik ontvangen of moet ik serveren? Ja. Ready? Oh, wat erg! Oh, wat erg! Oh, nee! Ja! Nee! Nee? Nee, kijk maar. Uit. Wow. Oh, backhandje. Mooi. Oh ja, ze heeft hem terug. Ah. Nee. Yes, come on, come on. Oh, backhandje. Oh ja, hij mist gewoon. We moeten wisselen van kant. Kom op, Jeroen. Kom op, Vaatje. Getting beaten by a girl. Kan God damn it. Oh, Vaat. Harder. Iets hoger. Iets hoger. Je zou een hele goede coach zijn, jij. Dank je. Het is... Weet je wat zo leuk is? Als iemand een grote smoel heeft en dan probeert hij te intimideren... en dan staat hij extra voor lul als hij zelf de boom mist. Mooie bal, Jeroen. Jammer. Wat zou Roger doen? Wat zou Roger doen? Ah, die is in. Bekkentje. Hey. Oh mijn god, die is in. Wat een zieke bal! Kut. Goed gespeeld. Well played. Gefeliciteerd. Well played. Verdiend. Is leuk, hè? 7-2. Is leuk, hè? Leuk, man. Tennis en hockey. Ik ben zo blij dat we op een tennisbaan staan en niet op een hockeyveld. Ja. Ik had natuurlijk nooit een challenge voor jou meer gewonnen op het hockeyveld. Ik ga maar eens even staan. Ga jij maar even staan. Wel aan deze kant van net aan. Ja. Komt-ie. Nee, je mag niet kijken. Het moet een verrassing zijn. Nee, het moet een verrassing zijn. Ik wil een beetje kunnen inschatten wanneer die komt. Nee, Niet kijken. Niet kijken, Jeroen. Oké, kijk niet. Valsspeler. Oh. Oh. Fuck. Oh. Shit. Yes. Shit! Ah, sportief van je. Sportief van je. Zo, alsnog. Dit heb ik ook al heel lang niet gedaan. Oh! Hopsa, gewoon nog. Hop. Oh, fucker! Even kijken wat wil ik doen.
birthday. She still got it, ladies and gentlemen. Je hebt er geen reet aan als je hockey? Oh! Hoppakee. Oh, wat gek. Oh, wat gek dit. Het voelt echt niet gecontroleerd meer. Een beetje pleurig. Ja, ik moet zeggen, het ziet er best aardig uit. Oh ja? Nee, het voelt heel houterig. Houterig? Nee. Oh. Oeh. Meteen die lage vlak. Oké. Okay. Ja. Misschien moet je maar weer eens een keer bij die veterinnen gaan lopen. En? Oh, hoppakee. Wat een goal. Oké, Jeroen, dan heb ik een challenge voor jou. Jij zo vaak mogelijk hoog houden, of 30 seconden hoog houden. Ja. En dan moet jij tennisspelers of speelsters opnoemen. Oké. Hoeveel denk je dat je er kunt noemen? 15 of zo. 3, 2, 1, go. Federer, Nadal, Djokovic, Murray, Nishikori. Even kijken, wie hebben we dan nog meer? Ah, Raymond Sluiter. Is ook elke ex-tennisser of niet? Nee, Kiki Bertens, Maria Sharapova, Serena Williams, Venus Williams. Ik heb niet bijgehouden hoeveel er zijn. Shane Schalke, Boom Boom Brenda, hoe heet ze? Brenda Schultz. Jij doet alleen maar ouwe. Ja, ouwe. Pete Sampras, Andre Agassi. Michael Chang. Een beetje ouwe, maar ja. Allemaal inactieve tennissers. Ik had in ieder geval Kiki Bertens. Ja, je had Kiki Bertens en je had Raymond Sluiter. Shout-out naar Kiki Bertens. Ja, mooi. Super. Nou, toch netjes. Spaarder of spender? Spaarder. En Nadal of Federer? De puurheid Federer. Real Madrid of Barcelona? Barcelona, ik vind Barcelona zelf gewoon leuker. Favoriete eten? Come on, Aziatisch. Thais. Favoriete film? Heb ik niet favoriete film. Kom op. Ik heb geen favoriete film. Ik heb echt geen idee. Okay. Ik kijk al helemaal series tegenwoordig. Het mooiste vakantieland? Ik vind dat kutvragen. Ik ben niet van de mooiste. Jezus, dat heb ik niet. Je ziet de hele wereld met het poker. Ja, maar daarom vind ik alles mooi. Ik vind alles heeft iets anders. Ik ben genuanceerder geworden in mijn leven. Je moet dat of dat zeggen en dan kan ik kiezen. Voor iemand die zo direct vroeger was op het hockeyveld, die zei waar het op stond, zeg ik favoriete vakantieland en ze kan niet eens wat zeggen. Ik kan niet kiezen. Nee? Dat is toch tekenend? Bahama's of weet ik wat? Nee, dat is het niet. Nee, dat sowieso niet. Rotterdam? Nee. Nee, ik weet niet. Ik heb ook altijd gedacht, ik ben nu 40. Ik dacht altijd tussen mijn 30ste en mijn 40ste ben ik commercieel aantrekkelijk. Dus moet ik gewoon mijn centen binnenharken. Ja. En daarna kan ik dan iets relaxter doen. Maar dan kan ik het dus niet allemaal spenden. Ik sta niet over in elke Gucci winkel van neem mijn geld maar. Ja, dat is niet zo handig.